Little Charming Amazing Star is een jonge organisatie die jonge meisjes begeleidt en coacht. Onlangs was er een introductie van deze meisjes en daaraan gekoppeld een talentenronde. Abigail is daar langs geweest. We zijn momenteel bezig met de generale van de tweede editie van Little Charming Amazing Star en de eerste editie van Pre-Charming Amazing Star. Vertel me meer over Little Charming Amazing Stars. Wanneer was het van start gegaan? We zijn in mei 2022 gestart, en officieel. Maar we zijn al zeker een jaar lang in voorbereiding geweest. We hadden toen vorig jaar ook onze eerste winnares Raisa Adnel. En nu hebben we de tweede editie. Hoe lang al trainen de dames? Ze zijn 4 maanden terug begonnen met intensief trainen. En vandaag presenteren ze een deel van hun introductie en ook een deel van hun talent aan het publiek. Wie is allemaal verantwoordelijk voor Little Charm Amazing Star? Ik ben zelf de oprichter en eigenaar, maar natuurlijk doe ik het niet alleen. Ik doe het met een team en ook nog de externe trainers die de kinderen de afgelopen maanden hebben getraind. Wat was het initiatief? Ik heb altijd de liefde gehad voor kinderen. Ik heb zelf ook nog broertjes en zusjes gehad. En het begon daar. Want ik wil altijd iets terug doen voor de gemeenschap. Ik heb ook eerder ook heren als dames getraind. Maar ik kreeg al liefde voor jonge meisjes en daar is het begonnen. Vertel me meer over de trainingdagen zelf. Hoe heb je ze ervaren? Heel zwaar. Als ik moet denken aan mijn heel weekend, hoe heb ik opgeofferd. Alleen maar voor deze kinderen elke zaterdagochtend of zondag. Later werd het alleen op de zaterdag, elke zaterdag. Maar het was worth it. Als ik kijk naar wat ze hebben neergezet, hoe ze zijn gegroeid, hoe ze zusters zijn geworden. Natuurlijk had je ook soms minder leuke momenten of we hadden even een pauze, maar het was heel leerrijk. Hoe vind je de animo tot zover en hoeveel dames doen mee? We hebben 17 kandidaten, 10 little missen en 7 preteens. We hadden heel veel aanmelding gehad, dus daar hebben we de splitsing gemaakt. De kids vinden het sowieso leuk. We hebben een uitverkochte zaal gehad, dus dat heeft al laten zien dat het kan en dat er animo is. En we zijn bereid te kijken hoe het volgend jaar ook loopt. Heb je nog wat om aan te vullen? Ik wil vanuit deze kant alle mensen bedanken die op welke wijze een bijdrage hebben geleverd. En mensen die nog een bijdrage willen leveren, gezien de situatie in het land, zijn ook welkom om contact met ons op te nemen via Facebook of Instagram. Little Charming Amazing Star. Heb je een boodschap naar de kijkers toe? Ik zou altijd zeggen, volg je hart. Geef nooit op. En geef alles gewoon tijd en dan gaat het wel lukken.